Ja, wat wij hier aan het doen zijn, is praten met onze stadsgenoten over hoe moet onze stad er in 2050 uitzien. We gaan daar een visie voor ontwikkelen, maar we vinden het gewoon heel erg belangrijk dat we dat niet vanuit het gemeentehuis doen, maar met onze inwoners. Dus vandaar dat we op allerlei plekken in de stad, zoals hier op de markt, maar bijvoorbeeld ook in parken, op scholen, met jongeren, in gesprek gaan om te kijken van nou, hoe moet die stad er nou over 25 jaar uitzien? Hey, en wat is volgens jou gezond leven? Voor elkaar zorgen en elkaar vertrouwen. Ik denk dat je daar gezonder van wordt. Dat is eigenlijk de basis, denk ik, van gezond leven. Ja, die blokken gaat over verschillende onderwerpen, onder andere de leefomgeving, wonen, leren, werken in de stad, maar ook vrije tijd, ook je leefomgeving qua bijvoorbeeld groen. En daar staan allerlei AI-beelden op die we gegenereerd hebben, waar verschillende mogelijkheden van zijn. En mensen kunnen die blokken dus letterlijk stapelen met de kant naar voren, zoals zij zien dat de stad eruit moet komen te zien. Daar maken wij weer een fotootje van, zodat we allerlei totaalplaatjes krijgen van ideeën die de mensen hebben bij die toekomst. Ja, wij wonen in een centraal wonenproject, dus we hebben een gezamenlijke tuin met alle buren samen. En daar ontstaat heel veel zorg voor samen. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken. We hebben geen glazen bol. Ontwikkeling ingaan ontzettend snel op allerlei gebieden, technologie, klimaat. Dus we zullen een richting moeten geven. Dus niet zozeer concrete plannen nu, want we weten simpelweg niet hoe er over 25 jaar alles precies uitziet. Maar we willen wel een bepaalde kant op. En met name die denkrichting, dat is wat bewoners ons natuurlijk vanuit hun eigen ervaringen, vanuit hun eigen beeld heel goed mee kunnen geven. Wonen jullie in 2050 nog in zo'n gezamenlijke woonvorm? Ja, maar ik zou het wel heel leuk vinden als we meer groen om ons heen hadden. Nu wonen we echt zo in de stad met eigenlijk een beetje een te kleine gezamenlijke tuin voor iedereen samen. Ja. En het leuke daarvan vind ik dat social media ons af en toe wel wil doen geloven wat we in een hele harde en gepolariseerde samenleving leven. Maar het grappige is, als je dan daadwerkelijk op straat met iedereen in gesprek gaat, ja, ik vind het juist reuze meevallen. Dat is een heel ander beeld dan dat social media ons vaak wil doen geloven. We zijn aan het fantaseren, hè? Dat kan van alles. Het is 2050, 26 jaar.